It's so boring. You need to mess yourself up and make yourself sexier and dirtier. Okay. En dit was jouw beste foto? Verrassend. Om mezelf zo te zien. Ja, ik ben ook verrast. Ik zie een heel andere persoon voor me staan hier. Kijk, dit gaat op een model lijken. Ja, en dit nog niet. Nee. Dit vind ik echt een meevaller. Mm-hmm. De challenge die je gedaan hebt, dat was een ongelofelijke tegenvaller. Ja. Zou je nu nog eens kunnen doen wat je tijdens de challenge moest doen? Nou. Come on, Danielle, wake up! Zo boos. Oh, oké. Okay. Ja. Nou ja, wat vond je van je haar? Ja, het is wel even wennen. Het is rood, hè? Ja, ik moet zeggen dat je hebt een heel sterk gezicht, dus je kunt een heleboel hebben. Dus dit kan je ook gewoon hebben. I really don't like it and I hope that they fix it as well. Zullen we even naar je foto kijken? Ja. Komt. Wauw. Oei. Wauw, dat is een hele andere dame dan die er nu voor me staat. Heftig. Ja. Je hebt echt een interessant gezicht waar je naar blijft kijken. Alleen ja, ik zou toch wel willen dat je iets aan die vrouwelijke kant zou werken. Maar vooral niet dat spontane wat je hebt, moet je vooral niet verliezen. Oké. Hey, Laura. Hallo. Als ik jou nou zo zie binnenkomen met die stralende lach, dan vind ik dat moeilijk om dat zeg maar samen te vatten met wat we over jou gehoord hebben de afgelopen dagen. Namelijk dat je een beetje een grijs muisje bent en dat je helemaal niet opvalt. Ik heb mezelf nog niet echt laten zien of zo. En je hebt geen tijd om op kamertemperatuur te komen. Het is meteen gewoon gaan. Je moet meteen laten zien wie Laura is. Want wij, weet je, wij zijn niet van de afdeling ondertiteling. Wij willen meteen zien wie jij bent. Okay. Zullen we even naar je beste foto kijken? Ja. I think that you're a pretty girl, but I don't necessarily think that you're a model. Wat vind je zelf als je ernaar kijkt? Je vindt hem niet mooi? Nee, ik vind hem echt niet mooi. Ik dacht dat ik het beter had gedaan dan dat. In het huis kom je nogal zelfverzekerd over, om het heel voorzichtig uit te drukken. Is dat een act of ben je echt blij met jezelf? Nou, ik ben absoluut zelfverzekerd. Ik heb, zo sta ik al, denk ik, mijn hele leven in het leven. Zullen we even naar je beste foto kijken? Heel graag. Daar komt ie. Ik had verwacht dat mijn blik toch wel wat sterker zou zijn. Dat had ik gewoon gedacht. Het is absoluut niet overgekomen, denk ik. Nou, als ik deze foto op mijn bureau zou krijgen, dan zou ik niet geneigd zijn om haar te boeken. Maar als ik haar zie, dan heb ik meer interesse. Ja, ben ik helemaal met je eens. Hij is wel heel leuk. Ik vind het een hele leuke foto. Ik vind het een mooie foto. Ja. I think that you're an absolutely beautiful girl and I love your face. Jij bent een beetje actrice, toch, of niet? Ik heb 4 jaar musical les gehad. Maar weet je, Annika, ben jij meer een actrice of ben je meer een model? Een model. En waarom ben je daar zelf zo van overtuigd? Nou, ik vind het een stuk leuker om als model te werken, dus ik hoop dat dat zo is. Zullen we even naar je foto kijken? Dit is hem geworden. Ja, ik heb toch een beetje dat gevoel van acteren en poseren. En je speelt hier een verleidelijke vrouw. Ja. Oh. In plaats van dat je het bent. Dat ik er één zie. Ja. Op de persshoot moest je als eerste. Ja. En die andere meiden die keken allemaal naar jou en die dachten, oh, wat doet ze dat goed. En dat gevoel had je dan waarschijnlijk zelf ook. Ja. Echt waar. Mijn haar. What do you think, Philip? You're such a beautiful girl. You really are a beautiful girl. I love your face. I don't like the picture though. No? No. And you know, like, I don't think it's a big drama because you're beautiful and I know that you can pull it off next time. Zullen we even naar je beste foto kijken? Graag. Wow. Oelala. Okay. Cool. You are a very cruisy, cool, happy sort of chick, and the competition's a bit of fun, and having your picture was a bit of fun, and standing here is a bit of fun. We hebben hier een meid op dat kruisje gehad die toch wel klaar zijn om iemand uit het raam te douwen om deze competitie te winnen, maar ik geloof niet dat jij er daar één van bent. Je vindt het wel prima allemaal. Nou, misschien komt het wel zo over, maar er zijn ook een paar mensen op mijn lijstje die ik wel het raam uit wil duwen op dit moment. Oh, ja? Dus er zit toch wie zijn dat dan? Als je zegt, ja, ik heb een lijstje met meisjes die ik ook wel uit het raam wil duwen, dat zie ik dus absoluut niet op deze foto. En als jij een beetje punch en go in je hebt, dan moet je dat nu laten zien, want anders word je natuurlijk per direct uitgeknikkerd. Claudia, ja, ik vind dat ze er schitterend op staat, serieus. Yeah, she's very surprising. Nou, net iets te veel Baywatch. Danielle, ja. Je poetst me de slecht. Ik vind dat mondje een beetje moeilijk. Ik ben toch wel gefascineerd.
Yvette, sterk hoofd gewoon. I love this girl. We just had to get her hair fixed. Een vrouw met een mysterie. Dan hebben we Laura. Ik vind geen fotomodel. Mooi, maar ja, mooi is niet genoeg. Ik vind haar nog niet de slechtste. Het is nog steeds een foto van helemaal niks. Maar ik wil haar nog wel terugzien. Het is zo'n mooie foto. En in het echt vind ik het ook heel erg mooi. Ik vind het een beetje cover van de Vogue jaren 70 zo, hè? Yeah. Super It's foto so van beautiful, de. The face. Victoria. Ze fotografeert beter dan ik verwacht had. Nou, dat zegt misschien veel meer over de fotograaf. She looks like she's having a nervous breakdown. Ja, misschien is het een uitdaging. Annika, zoals ze voor me stond, vond ik het echt meer een kantoorpatatje. Waarom wil je iets zijn wat je misschien niet bent? Nou, als ze nou heel erg goed zou kunnen acteren, dan zou ze ook kunnen acteren dat ze een topmodel is. Ja, dit is een interessant meisje. Die heeft echt heel veel verschillende kanten. Nee, van de foto moet ze het niet hebben. Jennifer. Nou, als een van de drie sugar babes ziek is, dan kan zij altijd nog invallen. Ik heb hier in mijn hand 9 foto's van de modellen die in de Topmodel Mansion gaan blijven. Als ik je naam noem, dan kom je naar voren en dan neem je je foto in ontvangst. Is mooi, Britt. Gefeliciteerd. Claudia. Jij bent ook door. Alsjeblieft. Victoria. Je kan blijven. Vet. Ben je opgelucht? Alsjeblieft. Patricia. Fantastische foto. Gaan ze door. Ananda. Gefeliciteerd. En de volgende. Jennifer. Iets minder commercieel als Swift. Gefeliciteerd. Is dat niet? Gefeliciteerd. Laura en Annika, zouden jullie naar voren willen komen, alsjeblieft? De jury heeft bij jullie allebei ernstige twijfels. Laura, we hebben niet veel van je gezien. Je hebt erg in je schulpen gezeten. En we weten eigenlijk niet of je het wel in je hebt, of je het lef wel hebt om een topmodel te zijn. En Annika, bij jou twijfelt de jury eraan of je niet een veel betere actrice bent dan dat je als model ooit zult worden. Dankjewel. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Laura, helaas, de jury vindt jou niet Hollands Next Topmodel. Ik zou je willen vragen om je koffers te willen pakken en de Topmodel Mansion te willen verlaten. Dankjewel. Ja, jullie ook bedankt. Kut, gewoon dat je als eerste het huis moet verlaten. Ik zag het al wel een beetje aankomen aangezien het commentaar en... Ik had misschien wel wat meer van me kunnen laten zien. Oh, mooie meisje. Ik ga jullie heel erg missen. Oh. En allemaal veel succes. En zie je elkaar vast wel weer. Oh. Ik hoop dat jullie geen bezwaar hebben tegen naakt. Ga niet naakt. En we hebben een leuke verrassing, want jullie gaan lekker niet alleen op de foto. Sorry, maar dit waren natuurlijk echt pertinent. Zij wordt echt pissen. Ik denk maar niet dat ik dat ga doen. En als dat moet, dan steek maar 3 vingers ergens. Want dan bekijk het er dan maar mee. Want dat doe ik niet. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Issy Paris XL, Alice, Grazia en Nice and Wild van XX by Max.